zag de oproep van Juflora op de Facebookpagina van Klassement. Zij wou werken met taakdozen. Wij noemen het bij ons op school werkdozen. Dus ik zag het wel een mooie kans om met haar samen te werken en dingen uit te wisselen rond de werkdozen. Dus als ze graag een keertje wil komen kijken, is ze zeker welkom hier bij ons op school om een keer alles te overlopen. We beginnen aan de instructietafel. De leerkracht zit samen met het kind aan de tafel. En dan proberen we de werkdoos uit. We kijken of het kind ermee aan de slag kan gaan. En als dat lukt, gaan ze er eigenlijk zelfstandig mee werken. Dus we hebben de 10 leerdomeinen waar we de werkdozen hebben in ingedeeld. En daar hebben we de doelen aan gekoppeld. Een werkdoos moet eigenlijk de logica zelf zijn. Je moet daar niet te veel uitleg rond geven. Eigenlijk als je de werkdoos bij je krijgt, moet je eigenlijk perfect weten wat je ermee kan doen. En belangrijk bij de werkdoos is dat je het aantal materialen dat er gebruikt moet worden ook erin steekt. Dat je niet te veel of niet te weinig materialen erin gaat steken.